Het was een bewogen tijd, de periode dat de Moerdijkbrug gebouwd werd. Vandaag, precies 75 jaar geleden, werd die geopend door koningin Wilhelmina. Koosje Kortsmit herinnert het zich nog goed. Juist omdat het zo ontzettend koud was. En wij hebben daar heel lang met school hier aan de kant van Brabant voor de brug gestaan. In een rij opgesteld om toch koningin Wilhelmina te zien, te ontmoeten. Maar dat is helaas niet gelukt. We hadden nog een versje ingestudeerd zelfs. En koningin Wilhelmina die had de brug dus geopend, klim doorgeknipt. De brug is nu open, de brug is nu klaar. Hoera voor het schitterende werk. Ja, en de rest dat is vergeten. Voordat de brug er was, was het altijd druk in het dorp. Het verkeer moest met een pont het Hollands Diep over. En dat ging allemaal niet zo snel. De lokale kroegen zagen daar wel brood in. Want ik geloof dat we vroeger, ik denk wel aan een café of 10, 12 hadden, want waar zit er een opstopping met de pont? Nou, dan stappen we maar even uit, dat de pont is vol en we moeten toch weer minimaal een half uurtje wachten. En zo ging dat er wel, was voor ons altijd wel wat te beleven. Hoewel Moerdijk er dus van profiteerde, moest er toch een brug komen. Nou, dat kon eigenlijk niet anders meer. Het vervoer dat werd zo groot en het was elk en vooral met feestdagen, daar was het gewoon een slier van auto's. En die mensen kwamen ook allemaal, dus tegenwoordig dikwijls te laat komen, maar dat was toen die tijd ook zeer zeker. Koosje Kortsmit weet nog precies hoe de brug gebouwd werd. Maar als zo'n brugstuk klaar was, dan stond men boven op de dijk om te kijken of alles toch wel, of het alles toch nog wel paste. Uiteindelijk was de brug een aanwinst voor het verkeer, maar het leven in Moerdijk versoberde. Nou, dat feest, dat laat ik maar achterwege, want daar zie ik hier echt niet zo zitten. Want als ik alles zo bekijk hier op Moerdijk, dan denk ik dan maar heel hard achteruit. De Moerdijkbrug gereed en wederom is een overwinning bevochten op de woelige wateren.